Dat schip is hoofdzakelijk uitgerust voor bosprotecten. En dat is hout en papier. En dat, maar hij is ook uitgerust voor constructie. En dat we met deze schepen ook in de toekomst windmolens kunnen vervoeren. Het gaat slecht in de scheepvaart. Door dalende grondstofprijzen en minder vraag is het voor schippers moeilijk hun schip vol te krijgen. Een uitzondering is rederij Danser van Gent. Ze werken veel samen met Wagenborg Shipping, die zorgt voor de belading. Omdat de eigenaar de toekomst met vertrouwen tegemoet ziet, zijn nu 4 schepen in bestelling. Die schepen zijn natuurlijk besteld in een goede tijd. En in een slechte tijd, na elke slechte tijd komt ook een goede tijd. Het is altijd een golf van de beweging geweest. En je moet gewoon vertrouwen hebben in de toekomst. En de tijd zal alleen nog maar weer beter worden. Omdat iedereen van die welvaart wil profiteren over de hele wereld. En dan zal er toch ook een hoop vervoerd moeten worden. Het bedrijf Danser van Gent is een echt familiebedrijf. Henk Danser zit zelf al bijna 50 jaar in de scheepvaart en liet in 1981 zijn eerste schip bouwen. Door het aanschaffen van 2 schepen, speciaal voor de vaart op Finland, is het bedrijf groot geworden. Een scheepswerf in Friesland bouwt de 4 schepen. Dat betekent dat wij een aantal jaren gewoon onze intussen bijna 100 mensen voor werkgelegenheid kunnen voorzien. Dus het is een hele mooie opdracht. En zeker in deze tijden natuurlijk, waar het toch allemaal wat lastiger gaat, zijn wij gewoon blij dat we zo'n opdracht hadden en daar dus een tijd mee voort kunnen. De rederij wil zoveel mogelijk een Nederlandse bemanning. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt voor zeelui lukt dat nog steeds. Er gaat omtrent 50 man met 4 schepen. En dan hopen we een bezetting te houden met 80% met Nederlanders en de rest met Filipijnen, waar we nu ook al mee varen, zo'n 13 jaar. En we hebben 2 Filipijnen die hebben hun kinderen vernoemd naar onze schepen. Dus dat zegt ook weer wat, hè. Het schip de Marietje Andrea, de eerste in de serie van 4, zal op 3 juli in Stroobos te water worden gelaten.